Wij beleggers zijn altijd op zoek naar meer rendement. En China is een land waar we veel van kunnen verwachten in de toekomst. De afgelopen jaren is het al heel erg hard gegroeid. Maar ze zijn ook zeker bezig met volop investeringen voor de toekomst. Het is echt een land met een lange termijn visie. En ze hebben nu een handelsoorlog met Amerika. Wat zeker niet alleen over de handel gaat, maar zeker over de macht eigenlijk ook voor de komende 5 of 10 jaar. En dat maakt dat China dus zeker wel een interessante optie is. Om te gaan kijken of we daarin kunnen beleggen. En daarom wil ik in deze video twee ETF's gaan bespreken. die beleggen of investeren in China. Zo kunnen we toch profiteren van de groei van China. zonder specifieke aandelen te hoeven kiezen. maar we krijgen daardoor wel meer spreiding in onze portefeuille. Nou, geef even een duimpje omhoog tijdens de intro, dan kunnen we beginnen met deze video. Kijk naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. In deze video gaan we dus zeg maar naar twee China ETF's kijken. En Beide van deze ETF's zijn trouwens onderdeel of zitten in de kernselectie van de Giro. De Giro heeft laatst deze kernselectie nog een update gegeven. 200 ETF's, dus die je maandelijks zonder transactiekosten kunt kopen als je een paar regels volgt. Heb je nog geen account bij de Giro? Open dan gratis een account via de link onder de video om ook te profiteren van de kernselectie. En uit de kernselectie komt dus ook de eerste ETF en dat is de iShares China Large Cap ETF met tickersymbool FXC. Deze ETF van iShares richt zich op 50 toonaangevende aandelen die genoteerd zijn aan de Hong Kong Stock Exchange en die je dus allemaal kunt kopen via één transactie. Het zijn Chinese bedrijven met grote kapitalisatie, oftewel de grootste bedrijven aan de beurs in Hongkong. Het risicocijfer is een 6, wat we vaak, zo niet altijd zien bij aandelen. Wel even belangrijk om te benoemen natuurlijk, want je kunt natuurlijk geld verliezen als je gaat beleggen. En ook zeker met ETF's, ook al hebben die meer spreiding. Nou, kijken we dan naar het rendement. Dan was dat het afgelopen jaar gewoon erg goed met 25%. De laatste 10 jaar valt het een beetje tegen, want het gemiddelde is net geen 3%. Maar sinds de oprichting van deze ETF in 2004 ligt het gemiddelde op bijna 8,5%. En dat komt een beetje overeen met het wereldwijde gemiddelde of het gemiddelde van de VS. Bekijken we dan de kerngegevens, dan zien we dat het fonds meer dan 700 miljoen dollar bevat. Het is altijd wel belangrijk om te kijken naar de wat grotere fondsen, want hoe groter het fonds. Hoe waarschijnlijker het is dat het lange tijd zal blijven bestaan en hoe kleiner de kosten uiteindelijk ook zullen worden. Nou, de kosten zijn voor deze uh, ETF 0,74%, wat eerlijk gezegd wel wat aan de hoge kant is. Er wordt ieder kwartaal dividend uitbetaald en ook ieder kwartaal vindt er herweging plaats van welke aandelen er in deze ETF komen te zitten. En tenslotte zien we dat de aandelen fysiek worden aangehouden. Dat is altijd wat je wilt, tenminste, dat is altijd wat ik zoek. Uh, jouw aandelen worden ook echt gekocht met het geld wat jij dus inlegt in deze ETF. Bekijken we vervolgens de kenmerken, dan zien we dividend van zo'n 2,4% per jaar. Een PI-ratio /E van net geen 15, wat gewoon heel erg netjes is. Een hoge PI /E geeft vaak aan dat het overgewaardeerde aandelen zijn. Een 15 is geloof ik echt het lange termijn gemiddelde, dus dat is gewoon heel erg netjes. En het aantal posities is 50, oftewel er zijn altijd 50 aandelen in deze ETF opgenomen. En zoals eerder gezegd, dat zijn de 50 grootste aandelen van de Hong Kong Stock Exchange. Kijken we dan naar deze posities. Nou, dat zijn er dus 50, maar we laten even hier de top 10 zien, zeg maar. De 10 grootste gaan we bekijken. Te beginnen met Tencent, een enorm Chinees bedrijf, dat het ook hier ja, goed is voor zo'n 9% van deze ETF. Gevolgd door Alibaba, ook wel bekend denk ik. Ook met zo'n 9%. Dan ook nog wat onbekende namen voor mij, in ieder geval in deze top 10. Het zijn vaak de banken en verzekeraars. Maar wat zien we ook bijvoorbeeld? jd.com, een Chinese retailer, met zo'n 5% en NetEase met zo'n ongeveer 4%. Kijk dan even naar de verdeling van deze ETF. Want zoals je kunt verwachten, geografisch gezien is het eigenlijk 100% in China op een klein beetje cash na op dit moment. Maar bekijken we de verschillende sectoren waarin je belegt, dan zien we dat consumentengoederen het grootst zijn met 36% en hieronder vallen dus Alibaba en JD bijvoorbeeld. Ook de financiële waarden, oftewel de banken en verzekeraars, zijn goed vertegenwoordigd met bijna 30%, gevolgd door communicatie met 15%. En dan gaan we kijken naar de beursnotering. Er zijn verschillende noteringen, maar wij kijken natuurlijk altijd naar de meest interessante. En dat is denk ik degene aan de Euronext Amsterdam, omdat deze juist in de kernselectie zit. En op die manier kun je dus ook deze ETF kopen zonder transactiekosten. En voordat we verder gaan met de tweede ETF wil ik je vragen, vind je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Het is een kleine moeite, maar het helpt mij en het kanaal zeker. En wil je meer van dit soort video's zien? Zorg dan dat je geabonneerd bent op het kanaal. Gaan we nu dus kijken naar de tweede ETF van deze video. En dat is de iShares MSCI China ETF. Met tickersymbool ICHN. En dit is dus wederom een China ETF van iShares. Maar natuurlijk zijn er wel verschillen met de vorige. Waar we straks nog de 50 grootste bedrijven hadden, zien we dat je hier in 85% van de Chinese aandelen investeert. Je bent dus veel meer gespreid. En dat zien we ook terug in de volgende regel. Waar we dus niet alleen in de grote, maar ook in de middelgrote bedrijven investeren. En het risico hiervan is hetzelfde met het, ook het cijfer 6. Kijken we dan naar het rendement, dan is dat wel lastig te vergelijken, omdat deze ETF nog niet zo lang bestaat. Maar in het afgelopen jaar 2020 is er een rendement van 29%, wat gewoon erg goed is. En ook zeker trouwens wel in het jaar van corona. Kijken we dan naar de kerngegevens. Het fonds is wat kleiner, maar nog steeds best wel groot met 340 miljoen. En zeker voor een ETF die nog geen twee jaar bestaat, is dat gewoon heel erg netjes. We zien ook dat de aandelen hier fysiek worden aangehouden. Maar in tegenstelling tot die vorige ETF wordt het dividend hier juist herbelegd en dus niet uitgekeerd. De kosten zitten ook een verschil in. Deze zijn namelijk bij deze ETF lager, 0,4% in plaats van de 0,75% die we bij die andere zagen. Maar ook bij deze ETF wordt ieder kwartaal eigenlijk opnieuw de herweging bepaald en be toegepast. Kijken we dan verder naar wat kenmerken, zien we hier ook een nog lagere PE-ratio. Normaal zou je zeggen: hoe lager, hoe beter. Dat is zeker wat betreft waarde het geval. Maar je wilt eigenlijk ook ja, wel groei zien. En uh, groei wordt vaak bestempeld met een hogere PE ratio. Dus ja, het, is een beetje, het kan beide kanten op hoe je eigenlijk deze PE ratio bekijkt. Uh, deze ETF bevat op dit moment 709 aandelen van bedrijven. Dus veel meer dan de 50 in die andere ETF. Maar we hebben het hier dus niet alleen over de allergrootste bedrijven. Maar ook de middelgrote bedrijven van China. die zijn meegenomen in deze ETF. En bekijken we dan die posities. Gaan we wederom naar de 10 grootste posities bekijken. Mocht je dat nou willen. Uh, alle posities willen bekijken. Ik zal een link ook naar deze ETF. onder de video plaatsen. Dan kun je ze alle 709 bekijken. Maar de top 10 dus. Nou, de eerste zes namen zijn hetzelfde als bij die andere ETF. En daarna zien we nog vier namen. die mij wel bekend zijn. Baidu, dat is het uh, sociale netwerk van China. Pinduo Duo, we zien NIO, maar dan niet de autofabrikant NIO waar wij in geïnvesteerd zijn, maar uh, een andere NIO dus die ik toevallig niet ken. En tenslotte zien we ook Xiaomi. We kijken ook hier de verdeling ten eerste naar de sectoren, dan zien we wat verschillen. Consumentengoederen staan nog steeds bovenaan, gevolgd door nu communicatie en daarna financiële waarden. En die zijn dus van plek gewisseld. Waarbij communicatie nu is gegroeid van 15 naar 20 procent en de andere juist is gehalveerd. En dat laat dus ook gewoon meer ruimte over voor andere sectoren, waardoor deze ETF dus ook meer spreiding bevat dan die eerste ETF. En kijken we hier naar de beursnoteringen, dan zien we ook dat deze ETF op meerdere beurzen genoteerd staat. Het is wederom degene aan de Euronext Amsterdam die in de kernselectie zit. Dus dat lijkt mij de meest interessante beursnotering. In ieder geval als je bij de Giro zit. Want dan is dat, ja, zoals gezegd, meest, ja, het meest, het voordeligste zelfs. Zonder uh, transactiekosten. En via een link onder de video kun je daar ook gratis een account aan maken bij de Giro. En er zijn dus meerdere ETF's in de kernselectie die zich richten op China. Uh, ik heb hier nu twee ETF's gekozen, allebei van iShares, maar er zijn dus nog veel andere. Maar ik heb deze twee gekozen om eigenlijk ja, duidelijk al de verschillen te laten zien. De eerste richt zich vooral op de 50 grootste bedrijven van China. Terwijl de tweede juist voor een veel bredere spreiding gaat. En eigenlijk 85% van alle aandelen in China. Heeft opgenomen, dus meer dan 700 posities. Veel meer spreiding over meerdere sectoren, betere spreiding over sectoren, maar ook zeker veel meer spreiding over het aantal bedrijven. Maar niet alleen bij de spreiding zagen we verschillen, ook bij de kosten zagen we dat. De eerste ETF had een kostenpercentage van 0,75%, de tweede 0,4%. Dus het is een stuk voordeliger. Minder kosten is dus uiteindelijk vaak ook meer rendement. Rendementen kunnen we nog niet vergelijken met elkaar, omdat de ene nog niet zo lang bestaat. En trouwens, rendementen uit het verleden bieden sowieso geen garantie voor de toekomst. Maar het is vaak wel interessant om dat toch even te gaan bekijken. Dus we zien grote verschillen tussen de spreiding, maar ook zeker in de kosten. En die tweede ETF is dus. Voordeliger qua kosten, maar heeft ook een bredere spreiding. Dus als ik zou moeten kiezen, zou ik op dit moment in ieder geval kiezen voor de tweede ETF. Maar ik ga op dit moment in ieder geval nog geen ETF voor China toevoegen aan mijn portfolio. Maar wie weet ga ik dat op een later moment wel doen. En als ik nu zou moeten kiezen, zou ik dus voor die tweede gaan. Maar ik ben ook erg benieuwd, waar je, zou jij voor kiezen? Uit welke van deze twee ETF's vind jij? Ja, welke vind jij het meest interessant? Of wat denk je überhaupt over het uh, beleggen in China? Het is natuurlijk altijd een beetje. Ja, wat gevaarlijker, zeker wanneer je losse aandelen gaat kiezen. Maar vertel even wat jij denkt over beleggen in China en Chinese aandelen en Chinese ETF's. Doe dat in de reacties onder deze video. Zijn we daarmee aan het einde komen van deze video? Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien? Zorg dan dat je geabonneerd bent op het kanaal om nooit meer een video te missen. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.